Is dat lang geleden, hè? Een week, is, Dick. Hè? Een week. Ja, een week. Nou weten we het wel, de groot. Een week. Daar zijn we weer, hè? Nou, u voelen wel, hè? We hebben ze weer, hoor. Voel hem ze wel, staan er weer, hè? Ja. En we hebben ze weer op de gang staan met die grote boodschappendassen. Nou, om te beginnen. Ja. Er verandert wat. Pardon? Bij de prijsvraag verandert er wat. Bij de prijsvraag veranderen we nou weer. Dikkelee. Ik weet weer nergens van, ik ben de hele ochtend aan het voorbereiden. Uitzending begint, er verandert wat. Dikke Leo komt niet meer. Feestmuziek! Dat is een reden om het glas te heffen, ook thuis. Heel Nederland haalt opgelucht adem. Dikke Leo komt niet meer. Dikke Leo komt niet meer. Er staat nog wat anders op. Niet al... Dikke Leo komt niet meer alleen in de prijsvraag. Hij komt nu het hele programma. Pardon? Hij komt nu weer. Dikke Leo komt niet meer. Ja, maar hoe nou eens, hoezo? Ik heb het papier opslaan. Alleen in de prijsvraag, maar gedurende het hele programma. Goedemiddag, meneer De Groot. Goedemiddag, meneer Pommelkaart. Mag ik even weten wat er nou gaat gebeuren? Belachelijk, hè? Deuren worden opengegooid. Wat gaat er nou gebeuren? Wat is er nou allemaal? Ik begrijp dat nou niet. Niemand ligt mij in. Ik heb toch ook telefoon? Je kan toch bellen? Wat is er gebeurd? Opdracht van Paul Hollard. Hé? Opdracht van Paul Hollard. Opdracht van Paul Hollard? Oh, ik vind hem zo leuk. Hij moet het hele programma. Ja, dat komt namelijk zo. Ik ken die Hollard heel goed van de tweedehands automarkt. Begrijp je wel? Daar kennen wij elkaar heel goed van. Daar zien we elkaar altijd natuurlijk, hè? Nou, daar zijn we lekker mee. Oh, koopt hij wel eens een auto bij je, Leo? Nee, maar ik zit zelf in die tweedehands handel. Nou heb je wel eens met die tweedehands wagentjes dat er een klein plekje op zit. Of dat het een klein beetje doorgeroest is. Ja. En dan komt Hollard en die plakt er NCRV-stickers overheen. Begrijp je wel? Dan zie je dat niet en dan verkoopt dat wat lekkerder. Nou, als we klaar zijn met dit ongurige handel allemaal, kunnen we even met die dubieuze toestanden. Ja, daar zijn we, zeg. Geen plekje meer, meneer Leo is er al. Dag, meneer Leo. Dag, mevrouw Beb. Dag, mevrouw Toos. Leuk dat u er bent. Ben je er al, Leo? Ja, dat wil ik nou eigenlijk ook wel eens. Wat gaat dikke Leo allemaal doen dan in het programma? Nou, het zit namelijk zo. Ja. Ik zit momenteel in een schitterende handel. Ah, we zijn er weer, hoor. Weer handel. Ja, ik zit namelijk in de elektronica. Ja, welke elektronica? Voornamelijk videospelletjes, videocassettes, software, randapparatuur, begrijp u wel. Oh ja, wat kom je dan hiermee doen? Ik ga hier dus een keten opzetten. Een keten? Ja, dat is dus het begin van een grote concern, gaat ik hier dus bouwen. Ja. Van winkels die dus al die software en randapparatuur, daar kun je daar dus huren en kopen, begrijp je wel? Oh ja, wat is dat, hoe heet dat bedrijf? Dat gaat heten Radio Holleo. Radio Holleo? Dat is dus een combinatie van Hollard en Leo, begrijp je wel? Oh, dat is origineel gevonden. En dat hele dubieuze geboet, dat gaat hiervan uit starten. Daar zijn we lekker mee, zeg. Startpunt. Komt er ook een stalletje? Ik heb pas wat video's meegenomen en wat spelletjes, begrijp u wel. Ik heb ze hier leggen. Ach, leuk, kijk eens, Toon, wat leuke films dat hij bij zich heeft, zeg. Voor het weekend. En heb je ook spelletjes liggen? Ja, kijk, maar heb ik een videospelletje, zie je wel allerlei soorten. Pac-Man heb je dat. Wie? Pac-Man, dan moet ik eens even kijken. Die moet hierbij. Ja, hier zo. Deze is Pac-Man. Dan kan je hem in de machine douwen. Ja. En dan krijg je hem dus. Dat is start, ja. Daar gaat hij, ja. Oh, leuk, Toos. Kijk eens aan. Leuk, dat gaat. Pas op, Toos. Overzichtig, hoor. Ja. Hap. Zeg, hallo, we zijn hier wel bezig met een radioprogramma. Gaan we toch geen videospelletjes in te spelen, hè? Ik vind het wel gezellig, hoor. Dat Pac-Man wat leuk is, toch? Pas op.
Leo, ik hoor net dat als je ik hier langs ga, dan dat ik je bonus. In de film zit, hè? Ja, bonus, ja. Ja, inderdaad, ik heb je dus de films ook leg, hè? Heb je ook een beetje van die, ik zal maar zeggen, van die ja, natuurfilms? Dat je dus heel, dat je de natuur kan bekijken, dat je het, de natuur zelf ziet. Ja, dan heb ik hier van het leven van de kangaroo. Van wie? Het leven van de kangaroo. Nou, ik was meer geïnteresseerd in de natuur, zal ik maar zeggen. Begrijp je wel? In de natuurfilms. Nou, dan heb ik hier nog het leven van de wespen. De wespen, de omgang van wespen met andere insecten. Ik geloof niet dat we elkaar begrijpen, Leo. Ik bedoel natuurfilms, dus Leo, dat het natuur is. Leo, hij doet het niet meer. Is hij stuk? Oh. Wacht even, ik heb namelijk ook een technische man in dienst genomen. Daar roep ik die er even bij, hè. Harry? Ja? Nee, ja, daar hebben we Harry Dak, jongens. Hallo, allemaal. Ja, hoor. Ik ben de technische man, hè. Maar hoezo ben jij de technische man, Harry? Hoezo heb jij technische... Hij is de technische man, nou, dat is toch... Ja, dat komt zo. Ik, omdat ik nogal goed met een koffiezetmachine overweg kan, hè. Ja, dat heb je mij de doorslag gegeven, hè. Oh, ja. Ik had dus gehoord dat hij dus met die apparatuur ook allemaal omkent. Dus dan is hij daar natuurlijk ook handig in, hè. Omdat zo'n koffiemachine doet ook ploep, ploep, ploep. En die dingen ook. Nou, dit is toch overduidelijk wat er zo te zeggen, maar... Wat een keten zal het worden, hè? Kun je hiervoor kijken? Dat wordt de Radio Holleo. Radio Holleo. Ook voor video. Oh, dat is makkelijk, hè? Als je video zit is het zo, hè? Je moet omhouden, ja. Hé, maar mijn apparaat is stuk, Harry. Welk apparaat? Waar ik net mijn Pikmin. Oh, van de spelletjes, ja, computer. Ja, ja, even... Ja, even kijken, even zien. Oh, wacht, daar heb ik hem niet los. Ja, zo. Ja, ik denk dat het hier. Dit is hem. Ja, hij gaat hier. Ja, hij doet het hier. Oké. Zeg maar, hallo. Meiden, kom. Nou, gezellig. Ja, leuk. Kunnen wij ook? Kunnen jullie ook met z'n tweeën spelen? Mama, mag ik het pookje ja, nou even? Met meerder ook spelen, natuurlijk, hè. Nou, laat mij het pookje even vasthouden, Toos. Dat vind ik ook wel eens leuk, hè. Zeg maar, we zitten hier wel in een radio. Hallo. We zitten wel in een radioprogramma, hè. Ga je ruzie, man. Hallo, kan dat gepiep en gejank nou eens uit, hè? Wat een gedoe daarvan. Het is bijna afgelopen, Dick. Ja, we gaan dus beginnen. We gaan dus beginnen met het programma, hè. Ik heb hier nog een hele mooie aanbieding, momenteel. Dat is een gloednieuwe speelfilm. Is dat natuur, Leo? Nou, net zoiets, homie. Mijn namelijk, dat is heel erg mooi. Dat is de Sound of Music, is dat namelijk. Ach, leuk, Toos, het Sound of Music. Sound of Music heb, meneer Leo. Kan u hem even draaien, misschien? Oh, ja. Jazeker, Harry, wil jij hem even in de video doen, deze cassette? Oh, dan doe ik hem in de video, hè. Wat hoor ik nou allemaal? De video, die start. Ja, dat draait ie. Ah ja, daar is de zang. Kan het niet zachter dan de bubbel allemaal? Mooi, hè? Ah, nee. Oh ja, dan komt ze dadelijk op die berg. En dan komt ze, ja! Het is een eigen productie is dat, hè. Dat is een eigen productie, dat ze van die berg. Zal ik hem nog even terug laten zien? Dan spoel ik hem even terug. Wacht even hoor. Welk stukje was het? Dit stukje was het, hè? Van die berg, ja. Ja, dan komt hij weer hoor. Komt ze weer de berg op? Ja. En dan valt ze namelijk weer. Maar dat is toch helemaal niet normaal in de film dat ze valt? Nee. Jawel, dat is een speciale productie, hè. En zo heb ik dus een heel pakket. Ja, maar heb je nou ook natuurfilms, Leo? Ach ja, leuk van die natuuropnames, hè. Van mooi, van bossen en zo. Ik ben zelf erg geïnteresseerd in Tirol. Nou, ik heb hier bijvoorbeeld van Tirol skiën in 3 weken. Nou, ik bedoel meer Tirol zelf. Vrolijkheid in Tirol of zo. Oh, nou, dan heb ik hier nog hoe leer ik jodelen. Oh, leuk, zeg je leren jodelen. Hoe je moet
Want jodelen is ook wel leuk natuurlijk. En heb u ook vrolijke... Dat bedoel ik allemaal niet mee, zeg. Vrolijke ongein in Tirol. Zeg, mensen, we zijn hier wel met een radioprogramma. Wat nou weer? Oh, nu, ik krijg de cassette, krijg ik niet uit de video, nu zit vast. Nou, dus morgen, ik krijg een liftje komt niet omhoog, hè. Wat hebben we daar toch allemaal mee te maken? We zitten in de gang. De grote zaal op de gang nog, ik weet niet hoeveel boodschappen daar ze. Kom op nou even, hè. Harry, is dat het nieuwste model? Zoek ik intussen nog even wat leuke videofilms uit voor u, hè. Nou, wie komt er? Radio Holeo, alles voor video. Zeg maar nou weer. Dat is een spotje dit, dat moeten we draaien. Ja, dat is wel even dat er een klein beetje reclame gemaakt wordt voor Radio Holeo, begrijp je wel. Dan heb ik wat spotjes laten maken. Alles voor video bij Radio Holeo. Ja, maar we zijn hier toch niet met een commercieel gebeuren bezig. Wat is dat nou dan? Dat is de kreet. Hé? Dat is de kreet. Wat is de kreet? Alles voor video. Bij Radio. Ja, nou, maar daar hebben we nou even niks mee. Laten we nou eens doorgaan met het programma, want dat doet er allemaal, hè? Ah, man. Ja hoor, daar komt hij weer. Hij doet het weer. Hallo, door in de video. Ja, maar hallo, Harry. Kan ik even stoppen met die video? Ah, dan zet ik hem even af, hè. Oh, ja, nou komt die liefde weer in de mens, zit die weer vast. Oh, als je er een tikkie op krijgt, Harry. Ik video hier in die voor elkaar, Harry, zo zeg. Harry, maar hebben ze nog geen leuke films of zo? Hebben we nog meer leuke films, meneer Leo? Ja, iets van Tirol of zo. Nou, ik heb hier wel een hele goede film, een Nederlandse film, heel spannend. The Lift. Is dat misschien wat voor u? Oh, dat oh, The Lift, dat is die eigen film. Dat is geen zo'n goede film. Is die ook op video? Ja. Dat wist ik helemaal niet. Oh, kunnen we die kijken, Harry? Harry, wil jij hem even in de cassette zetten? Ja hoor, zeg maar, dan doe ik hem even in de video, hè. Dat haat hij al, hoor. Jongen, wat is er door een oud gebakje, hè, die video, hè. Ja, hij loopt hoor. Nou, ben benieuwd. De lift. Ja, starring. Dick Maas. Dick Maas. Dick Maas. Ah, daar komt de lift. Oh, daar gaat hij wel open, die lift. Eng, hè? Oh, eng, hè? Oh, wat is dat eng, hè? Oh, mag ik even bij jullie komen zitten? Daar gaat hij weer open. Ja, wat gebeurt er nou, weet je? Oh, dan gaat hij weer omhoog. Ja, daar gaat hij meteen. Maar ik zie alleen maar een lift die open en die gaat er omhoog. Hier, die wel. Komen die mensen weer erbij? Wat is er nou voor film? Dus de lift is dan. Ja, maar is dat nou die Nederlandse film van die Dick Maas met die lint? Dat is toch een hele spannende film. Ik zie, er gebeurt niks anders dan een lift die naar boven en naar beneden gaat. Het spannendste gedeelte komt zo meteen. En zit ik naar een lift te kijken, denk ik een spannende film te zien te krijgen op video. Krijg ik de een lift. Ja, let op, nou komt de ontknoping van het geheel. Let op, aan de deur open. Radio Holeo, alles voor video. Hoe vond u hem? Wat is er nou voor een belachelijke film? Ik denk die spannende film zie ik een lift op en neer gaan, het einde de deur open horen in Radio Holeo. Ik vond het wel stunt is dat, hè? Ik aan het einde heb ik dus die reclamespot en moest die naam erin te pompen, begrijp je wel. Oh, ik vond hem wel leuk. Ja. Normaal let je er nooit zo op zo'n lift, hè? Zal ik hem nog even terugspoelen? Zal ik hem nog een keer kijken? Hé, zeg, kom op, doe een lol. En ik heb dan in deze serie heb ik ook nog naast de lift, heb ik ook nog de helikopter, de trein en de rondvaartboot. En zijn die allemaal niet zo spannend, mannen? Ja, ze hebben alleen één bezwaar, ze zijn niet ondertiteld. Ik kom op aard, ik kom op aard, dik voor mekaar, zo is dik voor mekaar gezellig. Heb je je radio aanstaan, dan kunnen we luisteren gaan. Mooi, en dan is het nu tijd voor uw volgende bewaking. Ik word daar gek van, hè. Ik word er echt gek van, hoor. Oh, daar is hij. Nou, gaan we samen weer, hè. Nou, de prijsvraag.
gelukkig. Even wat anders tussendoor. Ja. Ik ben gek van die video. Nou, de prijsvraag. Oh, nou, u weet het nog wel, vorige week. Zo leuk. Belachelijk hier in die videoverhuur. Zo, Leo, zal ik even meelopen naar achteren... dat ik even wat van die Tiroler films uitzoek? Ik heb dat kunnen we wel even doen. Loop maar even mee. Ik heb hier achter nog een zootje. Die maak ik zelf. Zoveel kanjes van oplossingen. Dan kan ik het zelf even uitzoeken. Dat is natuurlijk wel lekker. Dan zal ik ze even gaan monteren. Hé, hey Dick, ik heb zulke leuke gehad. Oh ja? Oh, gaan we eindelijk lachen nou. We, ja, zijn er, we zitten ervoor klaar, hoor. Hé, we zitten ervoor klaar aan alle kanten. Je weet nog wat de vraag ik was? Ik weet niks. Oh, de vraag. Nee, dat was de vraag ook alweer. Vraag van vorige week. Heel belangrijk. Wat was de vraag ook alweer? Gezongen door Roland. Wat kan mij dat nou schelen door wie astma gezongen wordt? Nou, wat was de vraag? Rappetampetamp. Ik zet hem even voorzichtig op, hoor. Ja, doe heel voorzichtig, hè. Wacht even, dan feit ik hem heel rustig. Wie heeft de po? Nou, daar zijn we. Nou, haal ik hem met een liefje, haal ik hem om. Hé, wat kan mij dat nou allemaal schelen, de groot? Plastic handschoentjes genomen. En daar zijn weer dus stapels op binnengekomen. En hier komen dan de leukste weer. Plastic handschoentjes, dat kan niet. Kom op nou met die antwoorden! Ja, hier gaat de plaat. Daar! Oh, dit. Nou, de antwoorden, even een gezeurtje, koffie en je gleufie, kom op. Oh, die is vervolgens. Ik dacht even, Dick, die zitten er nog een paar vervolgens ook in. Ik word daar gek van, hè? Daar gaan we weer. We zijn even wachten. Anders slaan de antwoorden. Even pauze. Anders slaan de antwoorden nergens op. Nou, heb je ze nou? Kom op, nou, die fluiter is er weer, want dat gaat doen er iedere week, hè? Ja, oh ja. De hele week kijken we eruit. Ik heb ze, hoor, Dick. He? Ik heb ze. Hij heeft ze. Nou, dankjewel, meneer de fluiter. Dit is van Indisch, hoor. Uit Zuidland. Oh, 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 waar is de po? Hij is bezet door drukwerk. Happening! Oh, leuk zijn ze weer, ja, hè? Wouter, ik schrijf er weer een paar ik op, hoor. Ik zal het schrijven, hoor. Oh, en doe voor mij ook gelijk. Leg even een bonnetje ertussen. Nou, of zo. Wil je dat ik dat doe? Kom op, nou, schiet nou op. Arjan Stokkel uit als een Delft is ook leuk. Het was wel een hele leuke, was dat, Leo? Dat dacht ik ook wel, hè. Ik heb hier nog een leg, hè. Waar is de die po? Die is Tirol, komt op zijn hoogtepunt. In Noord-Italië. Kunnen we die ook even kijken? Dan moet je van mij lopen naar achteren, dan draaien we die achter. Waar is de po? Is van Arjan Stokkel. Ja? In Noord-Italië. In Noord-Italië, ja, oké. En nu komen de galers. Hij bedoelt de rivier. Ja, wat kan mij dat nou schelen? Heel leuk, hè. Ja, heel leuk. Kom op, nou maar. Erwin, ook weer meegedaan. Goes. Wat is de poot? Nou, Mieke Telkom. Liggen! En Mark van der Akker uit Uden. Wat zijn er te veel, hè, deze week? Waar is de poot? Wat zijn er te veel? Die zit in de politiek. Liggen! M. Zoetekouw. Nog meer, het gaat maar door. Wat kost het de tijd, hè? Alexander Polen. Alexander Polen! En Frank van Dijk uit Maas. Ja. Waar is de po? Ja, je gaat maar op de lucht, hoor. Ja. En dan Marcel Bakker uit Zwaag. Waar is de po? Wat doet het ertoe? Het is nu toch te laat. Daar gaan we weer! Oh. Ik heb hier de winnaar, hoor. Ah, daar komt de winnaar! Je bent zo snel, hoor. Ik ga lopen die vrije om het schrijven. Nee, nou, ik heb er ook een paar onthouden, hoor, Toos. Nou, kom op, winnaar, wie heeft er gewonnen? Van Joven. Ja. Frank Jonker is winnaar. Denk. Frank Jonker, mooi. Hartelijk gefeliciteerd. Eikhof 10 in Geelse. Ja, wat? Wat is de po? Ja. Daar ben ik mijn gedresseerde mier in aan het leren zwemmen. Ja. Mooi, nou dat hebben we dan gehad en er is een nieuw tijd. Ik ga je van Leo kopen een t-shirt of nou, laat dat nou maar zitten met Leo voor dat t-shirt. Wat een gedoe, die zitten nou, die zitten hiernaast met ome Joop zitten zijn films te kijken. Nou, dat was wel weer een lekkere, Leo. Heb je nog meer van die films? Ja, daar ben ik even, was ik nodig. Voor een t-shirt, ja, natuurlijk. Dat hou ik ook gewoon bij. Die krijgt dus weer dat schitterende losvastpakket. Eens even kijken, die heeft mij gebeld, dat was Ronald. Nee, die heb het gezongen, Dick. Oh, die heb het gezongen. Dan heb mij gebeld Cas de Kwaai, Taalstraat 143 in Vught. Vught. Ja, en die krijgt dus weer dat schitterende los vastpakket. Mooi! Nou, dan nu even de nieuwe opgave. Rampetampetam, wat is de nieuwe vraag te groot? Dat is een hele moeilijke. Hele moeilijke deze luistert week. Luistert u goed, ja, daar komt ie. Daar komt ie.
Waarom is de zee bij Scheveningen? En waarom niet in Amsterdam? Oh, dat is een 2-1. Waarom is de zee in Scheveningen en niet in Amsterdam? Ja. Oplossingen 1CRV, Schutters weg 8 tot 10. 1217 PZ geloof ik, hè Dick? In heel veel. Het is weer zaterdag, Dick voor de show. En de zanger was Herman Emmink. Dat maakt toch niks uit! Wat ik vragen wou, wil u misschien nog voor het weekend misschien nog een videofilm huren of zo? Ja, nou, dat is wel gezellig natuurlijk, hè? Ja. Want wij vinden film huren is gezellig voor de zondag of zo, kunnen we niet bij u huren? Hoeveel kost dat, Leo? Nou, er is dus deze week een openingsaanbieding van de radio Leo. En de aanbieding is 2 halen, 3 betalen. Oh ja, nou neem ik de lief. De lift neem ik. U wil de lift hebben? Sound of Music, waar ja, we hebben. Ja, dat zijn, ja. Nee, geef maar voor de lift maar de ondergang van de Titanic. Van de Titanic, ja. Die heb ik ook hier. Kijk, dat is ook, die kun je ook huren in de kan video. Ik ja. Een stukje zien dan. Ja, natuurlijk. Harry, kun jij hem even de video aanzetten? Oh, natuurlijk, daar komt hij al hoor. Nou, de lift naar beneden. Hij slikt op de zetten. Hij loopt! Ja, ja. Leuk, dan ziet u dus de ondergang van de Titanic, ziet u wel. Oh, daar heb je het schip al, ziet u wel. Dat is het schip zelf dus, hè. De Titanic is dat. Dat is een schitterend schip. Hoor hem blazen, hoor je wel. Heel mooi, hè. En dan zie je hem dadelijk, zie je hem ondergaan, hè. Dat is de ondergang dus, hè, van de Titanic, hè. Dan zie je hem ineens, zie je hem ondergaan, hè. Kijk, daar gaat hij. Dag, Titanic. Wat een filmvuurbedrijf, hè. Nou ja, laat maar aan. Leo, ik zou een stuk of 11 films meenemen van je voor de zondag. Dan neem ik dus die serie van Tirol mee en die van die eigen de herten. Ja, en dan nemen wij mijn videotelletje mee, hè. Videotelletje. Ja, ik heb nog wel wat te borduren en te naaien. Ja, ik wou wat van die zoon, die Pikmin. Kunnen wij die Pikmin meenemen? Dat is wel gezellig natuurlijk. Ja. In ieder geval, meneer Rietkamp, wil u een eind maken op deze zooi? Ja hoor, graag. Met alle plezier. Dat was de Dik voor Mekaar Show en dit was ook Los Vast Live voor deze dag. Je hebt geluisterd naar een Dolly Dot special. De volgende week, waar zijn we dan? In de Steegdenhal in Appelscha. Een eind weer de goede kant op, naar het noorden, tenminste als je daar woont. Met onder andere Bennett & Bee, de Dutch Boys uit Engeland, Joe Fagan, The Rock Explosion en The Shaking Hearts in Nederpop Live, Kadans. En de Los Vast Live finale wordt verzorgd door Hans de Boy. Dan de week daarna, de 25e, dan zitten we in de Beurshal in Boskoop. Een grote uitzending, onder andere met de Dolly Dots, André van Duin, Toontje Lager. En het laatste concert voordat ze vertrekken naar Amerika van Nederlands grootste en voor veel mensen beste rock'n'roll groep, de Golden Earring. Voor wat vandaag betreft is het gebeurd. Dadelijk het programma Tussenuur, ook NCRV, dan de hele dag NCRV Radio. Tot vanavond laat en ik wens je daar heel erg veel plezier mee. Niet vergeten, volgende week Los Vast Live in de Steegdenhal in Appelscha. Tot volgende week.